A is accordeon. Abel speelt een wijsje op zijn accordeon. Zijn zusje Anja danst erbij in de warme lentezon. B is blokfluit. Bea heeft een blokfluit. Ze blaast er mooie tonen uit. C is cello. Christine strijkt op haar cello. Dat klinkt al goed. Bravo! D is drumstel. Douwe drumt op zijn drumstel. Dat ritme moet echt op de tel. E is eufonium. Erik speelt eufonium bij de harmonie. Ik ga gauw eens kijken of ik hem ook zie. F is fagot. Fransjes hoofd wordt roder. Hij speelt op de fagot. Dat is niet gemakkelijk, maar wat leert hij vlot. G is gitaar. Gerda slaat akkoorden op de akoestische gitaar. A en D en F en G en dan nog een paar. H is hobo. Heidi blaast op haar hobo een toonladder van do naar do. I is Ierse harp. De Ierse harp van Iris zingt een dromerig lied. Zij beroert de snaren en bezingt het wuivend riet. J is jachthoren. Een jachthoren zal ons Jantje zeker niet misstaan, want hij wil met zijn vader mee om op jacht te gaan. K is klavecimbel. Kim zijn klavecimbel is echt wonderschoon. Het deksel is beschilderd en het is zo mooi van toon. L is luid. Leon droomt al tijden van een fraaie luid. Het blad met heel fijn houtsnijwerk ziet er geweldig uit. M is mondharmonica. Mara heeft van opa een mondharmonica gehad. Ze ligt erop te spelen, lui, in haar bubbelbad. N is neusfluit. Nienke heeft in Tonga haar ogen uitgekeken. Een vrouw speelde een neusfluit in die verre streken. O is orgel. Odette zit achter het orgel in een kleine kerk. Ze heeft een boek met noten en gaat nu aan het werk. P is piano. Peter speelt al jaren op zijn liefste instrument. Je ziet het aan de toetsen. Een piano, wel bekend. Q is kanun. Quirinus was in Turkije, een land hier ver vandaan. Hij luisterde daar naar de kanun bij het licht van de volle maan. R is rasp.
Renzo kreeg van oma een kikker met golfjes op zijn rug. Daar kan je muziek op maken. Het is een rasp. Kom, doe maar vlug. S is saxofoon. Sofietje van de Buren is een lekker stoere meid. Speelt ze op haar saxofoon, dan kan ze haar gevoelens kwijt. T is trompet. Theo heeft gekozen voor een toeterende trompet. O, wat klinkt dat heerlijk. Wat heeft die knul een pret. U is ukulele. Op haar ukulele speelt Ursula vlotte wijsjes. Leuke liedjes allemaal voor jongens en voor meisjes. V is viool. Onze Violetta heeft een strijkstok in haar hand. Ze speelt op haar viool en let op de juiste stand. W is woedblok. Wessel houdt van ritmestikken op een blokje hout. Het blokje heet een woedblok, want het is uit hout gebouwd. X is xylofoon. Xandra haalt een mooie toon uit een staafje hout. De klanken van de xylofoon klinken als van goud. Y is yatak. Imke was in Mongolië. Dat was een verre reis. Daar hoorde ze een yatak. Ze waande zich in het paradijs. Z is zingende zaag. En Zeger koos ten slotte voor de zingende zaag, die mysterieuze klanken zingt op tonen van hoog tot laag.